Het jaar 2018 ligt achter ons en het jaar 2019 ligt voor ons. Een mooi moment om eens te kijken hoe Edenaren terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het jaar 2019. Deze week in EdenTV Nieuws, terug in 2018 en vooruit in 2019. Nou, het is een geweldig jaar geweest als je kijkt naar wat er allemaal veranderd is voor mij persoonlijk, maar ook voor de gemeente Ede. We zijn met een nieuw team begonnen. We hebben geweldige dingen mogen doen. In mijn portefeuille kwamen een paar schitterende onderwerpen langs. Neem ik een zennerterrein. Daar zijn bijna alle gebieden nu uitgegeven, schitterend ontwikkeld. Ik weet nog van mijn eerste fietstocht daar op het gezinnenterrein. Onder leiding van de mensen die daar al jaren bezig zijn met de ontwikkeling. Het is echt geweldig om te kijken wat voor mooi stukje Ede we daar hebben ontwikkeld. Naast de gezinnenterreinen nog meer? Ja, we zijn vlakbij wat je kan noemen een doorbraak bij de Parklaan. De ontsluiting, de oostelijke ontsluiting van Ede. Daar zitten we al jaren op te wachten en het is geweldig dat daar ook eindelijk een verandering in lijkt te komen. We kunnen hem gaan aanleggen. De verandering in die Parklaan, verandering op kazerneterrein, persoonlijke verandering. Dus het jaar van een verandering 2018. Ja, kun je wel zeggen. Ja. Ik ben in mei begonnen hier als wethouder. En dat is best wel een stap geweest van mijn vorige baan als kleine zelfstandig in de bouw naar een bestuursfunctie bij de gemeente Ede. Nou ja, het begon natuurlijk met een teleurstelling en dat heeft wel de stempel gedrukt voor ons op dit jaar. De verkiezingsuitslag, daar worden wij niet blij van. Dat waren ook letterlijke woorden op 21 maart die u dan tegen me zei. Ja, dat klopt. Dat is niet veranderd. Ondertussen zijn we natuurlijk wel in onze nieuwe rol gegroeid, oppositiepartij geworden. We hebben een mooi team bij elkaar weten te houden. Dus we zijn enthousiast aan de slag en dat gaat goed. Waren er ook bepaalde dossiers die het afgelopen jaar toch wel de revue hebben gepasseerd? Ja, nou ja, eentje die ik erg bijzonder vind is waar we nu voor staan, de Elskamp. Renovatie van sociale woningbouw. Je ziet dat het heel mooi geworden is op de achtergrond. Sociale woningbouw in Ede is een probleem, we hebben daar te weinig van. Dus het is goed dat we dit soort dingen behouden en renoveren. Er zijn wel wat problemen bij geweest, dat is misschien nog wel een understatement. En dat is ook nog niet helemaal klaar, maar... Ik ben blij dat voor de kerst iedereen weer gewoon in de woning kan zitten. Naast de problematiek in de Elskamp waren er nog meer dossiers? Ja, nou, het dossier zorg en eigenlijk de kost in de zorg is natuurlijk groot. En dat heeft onze aandacht. Vandaar, het is belangrijk dat iedereen goede zorg kan krijgen. Het is belangrijk dat we het systeem wat we in Ede opgetuigd hebben, waar we dat goed geregeld hebben... Dat het overeind blijft, dus dat de bezuinigingen daar niet landen. Dus dat heeft wel onze volle aandacht. Als ik denk aan de PvdA en 2018, dan denk ik wonen. Ja, wonen is belangrijk. Wonen is een mensenrecht. En als je dus naar Ede kijkt, wat ik net ook al zei, onze sociale woningbouw is klein. Dat is op zich niks mis mee, maar dat betekent wel dat je daar aandacht voor moet hebben. En ook als je kijkt naar de vraag... er is enorme vraag naar woningen, goedkope woningen, vooral woningen voor starters... En dat kan of in sociale huur, maar het kan ook in goedkope koopwoningen. En daar bouwen we eigenlijk veel te weinig van. We bouwen graag dure woningen. En we zouden veel meer goedkope woningen moeten bouwen. Was het voor u als persoon ook het jaar van een verandering van wethouder naar weer fractievoorzitter? Ja, dat is wel een hele verandering. Als wethouder word je natuurlijk heel erg goed ondersteund. En als eenmansfractie mag je het grootste deel zelf doen. Ik heb gelukkig nog een team van een man of zes die me helpt. Maar... ja, dat is wel anders. En dat is een verschil. En je weet ook dat het bij de politiek hoort. Ik ben gewoon weer aan het werk, dus dat is ook goed. En meer tijd voor Nicky. Lekker wandelen op de hei. Dus dat is ook dat is dan een voordeel. Maar goed, ik was liever wethouder gebleven. Hoe kijk je terug op 2018? Nou, toch wel een beetje met gemengde gevoelens. We zien wel dat de druk op de sociale huurwoningen heel erg is toegenomen. Mede natuurlijk ook door de grote immigratiegolf die we in 2017 hebben gehad van 235.000 mensen. Zien we natuurlijk ook dat het een weerslag heeft gehad op de sociale huurwoningen in Ede. Als je terugkijkt naar 2018, is dan de verkiezingen een belangrijk punt in het jaar? Ik denk voor een politieke partij zeker, want de verkiezingen dat is wel het hoogtepunt van het raadslidmaatschap. Hè. De verkiezingen, dat is toch wel waar het uiteindelijk ook wel om draait. Hè. Dat je natuurlijk ook je stemmen binnenhaalt. Dus ik denk dat dat voor ons wel een van de hoogtepunten is. Even los van de uitslag, want daar had ik persoonlijk natuurlijk wel meer van verwacht dan de twee zetels die we hebben. Maar desondanks ben ik daar wel heel erg blij mee. Was 2018 voor burgerbelangen het jaar van continueren? Ja, ik denk dat dat wel de beste beschrijving is, maar tegelijkertijd hebben we ook wel uitgebouwd. We hebben nu toch wel ook twee fractievolgers gewoon
ja, die heel actief zijn. En ja, we zijn nu echt wel een partij aan het worden. Dus het is continueren, maar ook toch ook wel nieuwe mensen aantrekken. En ook mensen die ja, uit zichzelf naar ons toe komen en ja, ons willen steunen. Worden jullie gewoon meer gehoord ook in 2018? Dat hoop ik natuurlijk wel, in ieder geval wel bij de kiezers. Ik merk wel dat veel burgers ons, ja, het wel goed vinden wat wij doen. Het is wel lastig om natuurlijk als oppositiepartij ja, het beleid in Ede te veranderen. Dat, ja, het blijft wel Ede natuurlijk. Als ik terugdenk in 2018 naar Burgerbelangen, is het wel de partij die graag duidelijkheid wil hebben. Ja, wij zijn altijd wel heel erg duidelijk en direct. Ik denk dat dat veel mensen ook aanspreekt, die duidelijkheid en directheid. Omdat je toch ook veel ziet dat in de Edische politiek, even de politiek in het algemeen, ja, veel vage taal, mooie woorden worden gebezigd. Maar uiteindelijk is het vaak ook maar gebakken lucht. 2018 is voor u, denk ik, ook enigszins hier begonnen. Ja, dat klopt. Ik herinner me dat we hier aan het begin van het jaar stonden voor een interview in aanloop naar de verkiezingen. En toen heb ik je ook verteld dat onze speerpunten waren dat we ons in wilden zetten voor een samenleving waar iedereen meetelt. Met toekomst voor onze kinderen en gericht op een duurzame levensstijl. Zo zijn we de verkiezingen ingegaan met uiteindelijk een ontzettend mooi resultaat. We hebben gewoon gezien dat heel veel inwoners van Ede ons verhaal ook van waarde vinden. Dat die daarvoor willen gaan. We hadden veel meer stemmen dan de vorige keer, ruim 600 meer. Nou ja, het heeft zich niet vertaald in het zetelaantal. Maar goed, we zijn heel dankbaar met die 6 zetels die we hebben. En dat we verder kunnen met de dingen die we echt van belang vinden voor Ede. Hoe kijkt u verder terug op 2018? Met gemengde gevoelens. Heel mooi verkiezingsresultaat voor ons dus. Maar daarna volgde wel een wat toch wel lastige formatieperiode. Informatieformatie. Partijen die elkaar uitsloten. Ik heb dat heel erg lastig gevonden. Tegelijkertijd hebben we nu een bestuursakkoord waar wij van harte onze handtekeningen onder hebben gezet. En waar we ook helemaal achter staan. Waar ook mooie punten die wij belangrijk vinden terugkomen. Hè, denk maar aan richting Ede klimaatneutraal of energieneutraal. Er worden goede stappen gezet, maar tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. De energiebesparing blijft achter. Er moet heel veel gebeuren om duurzame energie op te wekken. Kijk naar de zorg. Jeugdzorg is op dit moment echt een aandachtspunt. Er zijn heel veel kinderen die zorg nodig hebben in onze gemeente. We willen dat ook op een goede manier bieden. We kunnen dat ook. Maar er zijn wel wachtlijsten en er wordt nog niet altijd maatwerk geboden. Er zijn heel veel vrijwilligers actief in Ede. Daar zijn we heel dankbaar voor. Heel veel mantelzorgers die zich inzetten. Maar we zien ook mantelzorgers die overbelast zijn. Die het nauwelijks nog volhouden om die zorg te kunnen bieden. Dus heel veel dingen waar we blij mee zijn. Maar ook heel veel dingen die nog aandacht vragen. Dus voorlopig werk aan de winkel. 2018 was een heel roerig jaar. We hebben verkiezingen gehad natuurlijk in de gemeenteraad. En we hebben ook binnen de gemeente Ede grote organisatorische veranderingen doorgemaakt. En de samenleving is vol in beweging. Dus er is heel veel over te zeggen, maar vooral samengevat een heel roerig jaar. Dat roerige kan natuurlijk vervelend zijn, maar dat kan ook interessant zijn. Ja, ik denk dat het allebei zo is. Ik denk dat er gewoon heel veel verandert. We leven in een tijd waarin er heel veel verandert. En ook binnen de gemeente Ede. We moeten aangepast kunnen raken aan de nieuwe vragen die ons op ons afkomen. Waar inwoners veel meer centraal komen te staan. Waar straks de omgevingswet op ons afkomt. En dat vraagt echt een gigantisch andere manier van werken van onze organisatie. Die echt al decennia lang in bepaalde systemen werkt of op een bepaalde manier werkt. Dus dat vraagt heel veel. En dat is ook heel erg leuk. Dus het geeft ook heel veel kansen. Die kansen, die heeft u ook zelf gekregen, hè? Want u was wethouder, u bleef wethouder, alleen kreeg u wat een andere portefeuille. Ja, ik ben ontzettend blij mee dat ik die kans opnieuw heb gekregen om weer voor de Edese inwoners te zijn. En ik ben ook ontzettend trots op de kansen die gecreëerd zijn in Ede-Zuid bijvoorbeeld. Door de bewoners daar, vrouwen die eigen heft in hand hebben genomen. En dus nu echt ondersteund worden daarin op een goede manier door de gemeente. Waarbij ze Ede-Zuid echt empoweren. En ik ben heel erg blij met de kansen die de boeren hebben gepakt afgelopen jaar. Om met de bodemcursus aan de slag te gaan. Om te leren over de vruchtbaarheid van bodem. Dus ik zie ontzettend veel potentie. En ik ben natuurlijk heel erg trots op dat de regio-deal is gevallen voor regio Food Valley. Waarin we worden gezien landelijk als een regio waar superveel gebeurt in de agrarische sector. Waarop we ontzettend trots mogen zijn. Eigenlijk wel een beetje een bijzonder jaar. Een jaar van verkiezingen. Dat is in een gemeentehuis en voor een gemeenteraad
anders dan anders. Nieuw college vormen. En eigenlijk ook wel meteen zoeken naar een goede oplossing voor Ede. We hadden een fors tekort op onze begroting vanwege uitgaven in de zorg. En ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat het ons gelukt is om die uitgaven in balans te houden. Dus toch goede zorg verlenen aan de mensen in Ede die het nodig hebben. Maar daarnaast gelukkig niet alles op slot. Dus we gaan verder met een levendig centrum. We gaan verder met duurzaamheid. We gaan verder met ons voedselbeleid. Daar ben ik wel heel blij mee. Was 2018 het jaar van de uitdagingen? Ja, het was zeker het jaar van de uitdagingen, zoals ik net zei. Hè, om die begroting goed op orde te krijgen. En de begroting heeft alles te maken met waar geven we ons geld aan uit. Dus die uitdaging zijn we aangegaan en in mijn ogen hebben we goed kunnen oplossen. En ook wel, we zijn bijvoorbeeld verder gegaan met voedsel. Ik ben wethouder food, maar ook jeugd, onderwijs. En die combinatie is wel heel erg mooi, want dat blijft groeien. Een voorbeeld, eigenlijk wat je wil is dat kinderen in Ede gezond opgroeien. Maar we horen allemaal, we lezen in de kranten, dat overgewicht, obesitas zelfs, toeneemt in ons land. 1 op de 7 kinderen op de basisschool heeft overgewicht. Maar hoe help je ze nou om gezond te eten? En dat betekent, het begint met kennis gewoon. Dus op heel veel basisscholen in Ede hebben we moestuinen. Kinderen verbouwen daar groenten, weten waar het vandaan komt, snappen wat goed en gezond is. Gezonde schoollunches, er is een school mee begonnen. En als laatste, enkele weken geleden, mocht ik een tiny food forest openen. Een tuin op een school met bomen, met struiken, met bessen, met kruiden. Waar kinderen gewoon eigenlijk spelend doorheen kunnen gaan. En het allemaal om me heen kunnen zien groeien, plukken, eten en snappen waar voedsel vandaan komt. Nou, ik kijk met heel veel trots terug op het afgelopen jaar. Ik ben in begin van dit jaar hier begonnen. En was erg verrast door wat ik aantrof. Ik kende wel de winkels, maar de hele organisatie van Restore kende ik niet. Ik ben heel erg trots, zoals gezegd, op de medewerkers. En dat zijn vaste medewerkers, heel veel vrijwilligers en mensen uit het sociale domein. Die elke dag spullen ontvangen van de inwoners van Ede, die wij weer een tweede leven kunnen geven. Was het 2018 het jaar van herbouwen? Nou, wat je wel merkt is dat mensen weer wat aan het vervangen zijn. Dus economisch gaat het wat beter. Dat ziet ook gelijk aan de aantallen spullen die we binnenkrijgen. Om een beeld te geven wat wij krijgen is in de containers voor kleding, wordt jaarlijks 1,2 miljoen kleding gedoneerd door de mensen uit Ede. Als we gaan kijken over huisraad, meubelen en boeken, krijgen we 900.000 kilo binnen. Dus je kunt zien dat er inderdaad wel een vervanging aan de orde is. En dat mensen spullen omruilen voor nieuw en dat de anderen daarmee wederom een tweede leven kunnen geven. Restore heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Ja, we zijn flink bezig geweest. We hebben een aantal brengpunten opgericht waar mensen in de omgevende gemeentes ook hun spullen kunnen brengen. We zijn aan het professionaliseren. We hebben een aantal projecten opgepakt, waaronder ook de samenwerking met de Dulonschool in Ede. We hebben de Dulonstore ingericht met spullen van Restore en leerlingen leren daar het vak van retail. Ze zijn we met een programma bezig om met statushouders een project te gaan starten. We hebben het afgelopen jaar hard aan gewerkt en er wordt een soort naaiatelier ingericht. En op die manier zijn wij dus inderdaad druk aan de weg aan het timmeren. 2018 ligt achter ons. Hoe kijk jij terug op de 2018? Ja, 2018 was toch wel een mooi jaar, denk ik. Voor de jongerenraad was het eigenlijk het jaar van een beetje de wederopbouw. We hebben eind vorig jaar hebben we een grote ledengroei gehad en dat hebben we dit jaar mooi kunnen uitbouwen. We zijn eigenlijk van een beetje een inactieve raad, weinig adviezen, weinig evenementen. Toch een beetje doorgegroeid naar een iets actievere raad, meer contact met de gemeenteraad en een mooi evenement met de openluchtbioscoop bij het raadshuis. Dat wel als heel mooi hoogtepunt van dit jaar. Dus ik denk een hele mooie basis die we hebben gelegd in 2018 voor 2019, voor volgend jaar. Was 2018 voor de jongerenraad een jaar van werken aan zichzelf? Ja, ik denk wel dat je dat zo kunt stellen. We hebben vooral intern is onze werkvorm een beetje veranderd. Dus we zijn in commissies gaan werken. In een commissie advies, een commissie evenementen. Maar ook in een commissie van interne training en promotie. En nu we zo werken zijn we eigenlijk de taken beter kunnen oppakken. En we hebben inderdaad echt aan onszelf gewerkt om te kunnen zorgen dat we beter onze werkzaamheden kunnen doen volgend jaar. Je noemde een evenement dat jullie hebben georganiseerd. Hebben jullie nog meer georganiseerd in 2018?
We hebben een paar kleine dingetjes verder georganiseerd of aan meegewerkt. Afgelopen zomer waren bijvoorbeeld de summer events voor vluchtelingenkinderen. Activiteiten in de zomervakantie om ook dan in aanraking te komen met Edese jongeren. Daar hebben we in meegedacht en hebben we niet heel erg in meegeorganiseerd, maar wel de promotie ook voor gedaan. En andere kleine evenementen was bijvoorbeeld begin december de fietslampjesactie in samenwerking met de politie en met de gemeentelijke handhavers. Waar we scholieren op de Kerkweg hebben aangehouden zonder licht en gratis lampjes hebben uitgedeeld namens de jongerenraad. En op die manieren zijn we een beetje zichtbaar geweest. Maar in 2019 dan gaan er weer meer aankomen. Dus. Ja, bewogen jaar, veel gebeurd. Veel leuke dingen en minder leuke dingen. Bijvoorbeeld een mooi hoogtepunt volgens mij van afgelopen jaar was dat het Marktplein hier geopend is. Was voor veel mensen een doorn in het oog vaak. Het was een heel leeg Marktplein, kaal. En wat mij betreft ziet het er nu heel mooi uit. Ook veel in samenspraak met omwonenden gebeurd, met de Edenaren. Die hebben veel inspraak gehad op het proces. En hoe het er nu uit is komen te zien. En ik vind het erg mooi geworden. Dus dat was wel een van mijn hoogtepunten van afgelopen jaar. We staan hier op een bijzondere locatie, want een jaar geleden stonden we hier ook. Toen had je het onder andere over van er moet meer gaan gebeuren op het gebied van onderwijs. Is dat ook gebeurd in 2018? Dat is een beetje bijzonder gegaan in het afgelopen jaar. En dat, daar ben ik niet zo blij mee, eerlijk gezegd. Want aan het begin van het jaar hebben we een heel mooi plan daar ook over gepresenteerd. Dat we meer zouden gaan investeren in onderwijs. Het strategisch huisvestingsplan. Zodat onderwijshuisvesting duurzamer zou gaan worden en beter. En dat er meer geld zou gaan om die huisvesting goed te laten zijn. Wat erg belangrijk is voor het onderwijs. Voor de kwaliteit van het onderwijs. En dat docenten tijd kunnen besteden aan echt lesgeven. Dat klonk dus allemaal heel mooi, maar dan zien we juist in de afgelopen begroting en in de afgelopen maanden van dit college dat die investeringen juist weer een beetje worden teruggedraaid, dat er op wordt bezuinigd. Of dat het onderaan de streep wordt geplaatst, dat het alleen maar gebeurt als er elders geld overblijft. Dat vind ik erg zonde. Ik vind die investeringen in onderwijs erg belangrijk en ik vind het dus ook niet oké dat dat zomaar op de lange baan wordt geschoven. Dus ik zou erg graag voor 2019 wensen dat dat anders gaat en dat we echt nu weer gaan kiezen om te investeren in onderwijs. Die begroting, is dat een klein dompertje van 2018? Voor mij wel. Volgens mij hebben we heel veel goede voorstellen gedaan als D66 om de begroting bij te schaven. Dat waren hele redelijke voorstellen om bepaalde dingen te doen. Namelijk die korting op paspoorten en ID-kaarten die we vorig jaar we hebben besloten als raad en ook dit jaar weer een keer hebben bevestigd. Dat we die dan ook daadwerkelijk zouden uitgeven. En nu heeft het college besloten 2 maanden voor tijd om die korting toch in te trekken. We zijn met hele redelijke voorstellen, allemaal verschillende voorstellen gekomen. Om er toch voor te zorgen dat we niet bezuinigen op de zorg verder, maar wel die korting kunnen geven. En helaas heeft het college allemaal tot zich genomen. Een week over nagedacht en gezegd, we doen het toch niet. We zijn niet met tegenvoorstellen gekomen. We hebben ook niet proberen na te denken om een manier om een oplossing te vinden. Dat vind ik wel erg jammer. En zo hadden we nog een paar voorstellen, zoals ook ervoor zorgen dat die onderwijsinvesteringen wel zeker werden gesteld, waar we het net over hadden. Maar ook dat er niet zou worden bezuinigd op sport- en cultuurverenigingen. Dat vind ik ook erg jammer dat dat gebeurd is. Dan hebben we allemaal voorstellen gedaan om dat te voorkomen. En die zijn niet overgenomen, er is niks mee gedaan, er is geen oplossing voor gekomen. En dat vind ik toch wel erg jammer. Het jaar 2018, hoe kijkt u erop terug? Het heeft zijn mooie en zijn minder mooie kanten. Kijk, we hebben natuurlijk in de eerste plaats, en daarom sta ik hier natuurlijk ook, zijn we in de coalitie terechtgekomen. Daar zijn we natuurlijk als VVD heel erg blij mee. Maar als je even wat verder kijkt in Ede, hebben we natuurlijk een prachtig nieuw marktplein de afgelopen tijd. We hebben geld van het Rijk gekregen voor de ontwikkelingen van Food Valley, voor de regio-deal. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben een bijzonder mooie herdenking gehad met mooi weer op de hei. Dus ja, dat zijn toch echt wel de goede dingen geweest het afgelopen jaar. Er zijn ook wel wat dingen waar je wat minder vrolijk voor wordt in 2018. De meest recente is natuurlijk het feit dat de hele aanbesteding voor het station vertraging op gaat lopen. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee. Maar ook het feit dat we tekorten hebben in de zorg. Het feit dat we toch ook echt achterlopen met het bouwen van woningen in Ede. Dat baart ons toch ook wel zorgen. Ik heb er al een aantal keer iets over gezegd. Ook het feit dat we meer overlast, meer drugsproblematiek hebben, toch ook wel veel ongeluk in Ede gebeuren. Er is nog wel werk aan de winkel voor de komende jaren. Die regio-deal, kunt u dat uitleggen?
Nou, in het Rijk heeft de regio's gevraagd, het land gevraagd, kom met voorstellen waarin wij kunnen investeren om in de regio, dus buiten de Randstad, dingen te ontwikkelen. De regio Food Valley, dat zijn een aantal gemeentes en samen de regio Food Valley zijn heel hard aan de slag geweest om een voorstel te doen om ook geld te krijgen van het Rijk voor Food Valley. Dat heeft met name de wethouder Meijer heeft er heel hard aan getrokken samen met het college. En het is uiteindelijk gelukt om 20 miljoen te krijgen om Food Valley verder te ontwikkelen als een van de weinige projecten in Nederland. Ja, dat is natuurlijk wel echt een groot succes en daar zal Ede ook een aandeel in kunnen krijgen. Ja, dan toch die verkiezingen, dat was een roerige tijd. Ja, ja, kijk, voor de mensen die het een beetje gevolgd hebben, de verkiezingen aan zich leuk. Nou, we hadden natuurlijk uiteindelijk op wat meer zetels gehoopt. We zijn uiteindelijk met 4 in de raad terechtgekomen. Nou ja, de hele coalitievorming was natuurlijk ook niet even makkelijk. Voor de VVD eerst niet in het college. Nou, toen viel D66 uit elkaar en kwamen we toch wel in het college. Nou, en uiteindelijk zijn we nu natuurlijk gewoon blij dat we met onze wethouder, maar ook gewoon met de partijen in de coalitie, gewoon een aantal dingen echt voor elkaar kunnen krijgen. Dus ja, roerige tijden, maar het telt uiteindelijk om het gaat uiteindelijk om het resultaat. Dus daar zijn we blij mee. Ja, een belangrijk jaar. Er zijn natuurlijk verkiezingen geweest in maart. En de SGP is daar natuurlijk de grootste geworden. We hadden ook nog stemmenwinst. Dus ja, daar kijken we natuurlijk heel goed op terug. Ook een aantal belangrijke zaken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar vuurwerkvrije zones. Nou, we zijn ontzettend blij dat er nu meer gekomen zijn. En ja, er zal een keer een jaar komen waarin Ede geheel vuurwerkvrij zones zijn, dus geheel vuurwerkvrij is. En ja, wanneer dat is, dat zal nog wel even duren, denk ik. Een paar afsteekplaatsen. Nou, daar wachten we op. Daar zien we natuurlijk naar uit. Als we terugkijken naar 2018, het was een jaar van vreugde, maar ook van ja, misschien wel verdriet. We zijn natuurlijk niet in het college gekomen. Dat vinden we ontzettend jammer. Het werd ons helaas niet gegund. Maar er zijn ook wel goede dingen gebeurd. Het andere element wat we toch ook wel jammer vinden, dat is de korting op ID-kaarten en paspoorten. Dus ja, we zijn ontzettend spijtig dat die korting niet aan de burger wordt gegeven van 25 euro. Een jaar geleden stonden we ongeveer ook op deze plek en zeiden van nou, ik wil ook me inzetten voor mensen die zich wat eenzaam voelen. Ja, dat klopt. Dat is ook ingezet. We hebben een 10-puntenplan bij de coalitie ingebracht en dat is ook overgenomen. Daar hoort dit ook bij. Dus het komende jaar zal er hard aan gewerkt moeten worden om wat te doen en beleid voor eenzamen. Nou, een heel mooi jaar, een bijzonder jaar, omdat ik als wethouder mocht deelnemen aan het college. En dat is op 17 mei ben ik geïnstalleerd en nou, dat vind ik een hele eer. Het is mooi werk om te doen. En ik vind het ook mooi dat het gelukt is om met 5 partijen, die toch heel breed zijn in het politieke spectrum, om met 5 partijen een goed akkoord te sluiten met hier gaan wij de komende 4 jaar voor aan het werk voor onze inwoners in Ede. Dus daar ben ik in ieder geval heel trots op. Vind ik mooi dat we dat hebben gedaan. En ja, ik heb een hele bijzondere en brede portefeuille, vind ik ook. Onder andere kunst en cultuur bijvoorbeeld, maar ook werkgelegenheid. En als je kijkt naar kunst en cultuur, ja, dan gebeurt er gewoon ontzettend veel in Ede. Echt meer dan ik nog had gedacht. En er zijn zoveel leuke en mooie dingen die hier te doen zijn. Bijvoorbeeld het Sturg Festival over Veluwe en eten van de Veluwe, maar ook de verschillende atelierroutes die onze gemeente kent in Bennekom en in Lunteren. En ook bijvoorbeeld festival Zomerbries in het centrum van Ede, waar ontzettend veel mensen heel erg van genoten hebben. Daar heb ik hele goede verhalen over teruggehoord. Ik ben er zelf ook geweest. Heel mooi festival. Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen voor de mensen. En wat ik ook eigenlijk zou willen is dat het veel zichtbaarder is, al die mooie dingen die we doen hier. Want heel veel mensen weten het soms niet. En ik denk dat je daar nog veel beter werk kunt doen door het zichtbaarder te maken. Dus dat voor wat betreft kunst en cultuur. Ja, werkgelegenheid is een onderdeel van mijn portefeuille. En het uitgangspunt voor onze gemeente is dat iedereen meedoet naar vermogen. En wat je ziet is dat het nu heel goed gaat met de economie. En de ondernemers in onze gemeente hebben ook hard arbeidskrachten nodig. En je ziet dat nu ook de mensen die normaal gesproken wat extra hulp nodig hebben om aan het werk te komen, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat die ook
langzaamaan steeds beter ook aan het werk kunnen. En daar is iedereen blij mee. Dus nou, dat gaat ook best goed. En daar kunnen we ook nog steeds nog veel meer aan doen. Ik denk dat 2018 voor u ook een jaar was qua persoon van de verandering. Ja, het is heel bijzonder. Ik heb een nieuwe baan gekregen. Op 17 mei werd ik geïnstalleerd als wethouder. En ik vind het heel mooi om te doen. Ik vind het heel eervol. Ja. 2018, mooi jaar, verkiezingsjaar. Waar we ook vooral heel druk zijn geweest met de verkiezingen. Bestuursakkoord, wat ik voor het eerst heb mee mogen maken. Heel interessant, heel leerzaam. Waar mooie dingen in het bestuursakkoord staan. Zoals bijvoorbeeld levendig centrum. In ieder geval levendig Ede. Ede leuker maken, daar is gemeentebelangen voor. Alles wat Ede leuker maakt, daar zijn wij voor. Ja, wat zie ik nog meer 2018? Als ik nou hele grote dingen moet pakken, dan denk ik, nou, zijn die er nou wel in 2018 al geweest? Denk ik nog niet. Ik bedoel, we hebben wel hele grote discussies gehad over de Emmalaan. We hebben discussies gehad over de doorfietsroute of de snelfietsroute. Maar hele grote punten nog niet, volgens mij. Is er in 2018 genoeg aandacht geweest voor de sport? Ja, er is wel genoeg aandacht geweest voor de sport, maar of te voldoende, dat nog niet. Ik denk dat er nog best wel wat meer op de sport gericht mag worden. En ja, we hebben bijvoorbeeld in de verkiezingstijd heel erg geroepen de schaatsbaan. Dat kunnen we nu niet roepen omdat we echt, ik bedoel, we hebben de begroting net gehad en we hebben best wel een uitdaging op sociaal domein. En om dan heel leuk te gaan roepen, we hebben een schaatsbaan die we graag willen, dat kan niet. Maar er mag best wel wat meer aandacht naar de sport, zeker. De buitendorpen, ofwel de buitenkernen, is daar genoeg aandacht voor geweest? Buitenkernen is aandacht voor geweest, niet genoeg. Het is ook niet genoeg vanuit de buitendorpen komen. We hebben bijvoorbeeld retailvisie waarbij de buitendorpen gebruik kunnen maken van een budget om hun centrum mooier te maken. Er zijn echt nog veel buitendorpen die daar geen gebruik van hebben gemaakt. Waardoor het weer teruggestopt wordt in de reserves. Dat is erg jammer. Dus ik roep ook echt alle ondernemersverenigingen van de buitendorpen op. Laat zien dat jij ook wat voor je centrum wil betekenen. Ja, de rotondes hebben we geadopteerd met z'n allen. Dat is natuurlijk super mooi. Ik bedoel, dat is leuk, maar dat is niet heel groot voor de buitendorpen. Dus ook daar ligt nog een uitdaging. Was het voor jou als persoon ook een jaar van veranderingen en in één keer fractievoorzitter? Enorm grote verandering. Superleuke verandering, uitdaging. Maar iedereen kent natuurlijk Peter de Pater, mijn voorganger, onze huidige wethouder. En dat is wel een icoon. En ik wil hem niet evenaren, maar soms voelt het wel zo van Peter versus Gabriel. Dat is meer mijn eigen gevoel dan, maar dat moet ik loslaten. Ik bedoel, maar ik vind het een superleuke verandering. Ik heb een leuke fractie en ik ga deze 4 jaar de uitdaging aan. Ja, 2018 is een mooi zonnig jaar geweest, hè? Dus we hebben qua toerisme een heel mooi jaar gehad. Druk geweest in Otterlo. Dus in dat opzicht kijken we heel positief terug op 2018. Er waren ook wat donkere wolken. Ja, er zijn helaas ook wat donkere wolken boven Otterlo. En dat gaat met name over de uitbreidingsplannen die liggen op de voormalige sportvelden. Er zijn wel 2 jaar mee bezig eigenlijk met de gemeente om die plannen te realiseren. Althans in de voorbereiding daarvan. Er is in het voorjaar een ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. En daar zijn een behoorlijk aantal zienswijzen uitgekomen die de nodige vertraging hebben opgeleverd. De gemeente heeft daar behoorlijk wat werk mee gehad om die te beantwoorden. Althans, daar zijn ze volgens mij nog mee bezig. Daarnaast is er nog de nodige onduidelijkheid rondom de PAS, programma aanpak stikstof. En dat alles heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de plannen op dit moment op slot staan, althans in de ijskast liggen. En de vraag is wanneer we daar weer mee verder kunnen. Jullie willen graag doorgroeien. Daarom hebben jullie ook nog een aantal andere wensen. Bijvoorbeeld de entree van Otterlo. Ja, de entree van Otterlo inderdaad. Die zien we graag aangepakt. Ja, we hebben eigenlijk een heel pakket aan punten waar we graag wat veranderd zien. Maar dat is een van de punten waar we graag verbetering zien. We hebben afgelopen jaar ook het college op bezoek gehad. En daarmee zijn we rond het dorp rond geweest. We hebben diverse punten en laten zien waar wij denken waar het beter kan. En onder andere de entree was daar één van. Ja, met grote tevredenheid. We hebben een goede verkiezingswinst gehaald. We zitten in het college of in de coalitie. En we hebben een eigen wethouder, Lex Hoefsloot. Wij kunnen eigenlijk niet ontevreden zijn natuurlijk. We zijn hier heel blij mee. Was die overwinning van GroenLinks verwacht? Ja, het zat er wel een beetje in, gezien ook de landelijke tendens. We hebben natuurlijk 2017 heel veel stemmen en zetels in de Tweede Kamer gekregen. Dus ja, we hadden wel een beetje, als je dat probeert toe te passen op Ede, de verwachting dat het wel ongeveer op 3 of 4 zetels zou komen. Het zijn er 4 geworden. Nou, het is helemaal fantastisch wat ons betreft. Het sociaal domein is natuurlijk heel belangrijk in 2018. De kwaliteit ervan, is dat een belangrijk punt voor GroenLinks? Ja, dat is eigenlijk de kern van alles, hè? Dat de kwaliteit van die zorg zodanig is dat onze inwoners prettig en zelfstandig kunnen blijven leven. Voor zover ze dat zelf willen natuurlijk.
Maar de vraag is wel voor ons, van wat is dan precies die kwaliteit? Hebben we dat met elkaar wel gedefinieerd? Wat GroenLinks ziet is dat er eigenlijk heel veel gebeurt in het sociaal domein. Er zijn heel veel mensen en organisaties en ook heel veel vrijwilligers en mantelzorgers mee bezig. Maar doen we wel het juiste en wat is eigenlijk het effect daarvan? En dat vinden wij heel belangrijk, dat dat een keertje goed in beeld komt. Ja, het was natuurlijk best wel een gek jaar, dus altijd met verkiezingen. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad in maart. En dat betekent altijd dat het een heel druk jaar is. Niet zozeer in het gemeentehuis, maar vooral daarbuiten. Vooral de eerste tijd van 2018 was daar druk mee. De straat op meer dan dat al die politici de 4 jaar daarvoor doen. Daarna hebben we formatie gehad. Het CDA zit in het college van BMW. En eigenlijk de periode daarna is er vooral geweest om dat college aan de gang te krijgen en daar ook als raad bovenop te zitten. Waren er ook bepaalde thema's die in het jaar 2018 echt aandacht vroegen van je? Nou, er zijn een hele hoop onderwerpen, denk ik, die echt aandacht vragen. Een daarvan, daar staan we hier nu bij, dat is de Kerkweg, de spoorwegovergang. Deze moet op termijn dicht, maar komt er, en dat is wel de inzet van het CDA, een tunnel ter vervanging daarvan. Je kunt ook denken aan, vind ik zelf een hele spannende, de zorg. Het gaat veel mensen in Ede aan. Toch zie je dat we veel overschrijdingen hebben, dus dat het extra geld kost dan dat we daarvoor hebben gereserveerd. Nou, dat is best wel moeilijk om dat dan op te lossen, want je wil wel de zorg die we met elkaar hebben en die heel veel Edenaren, waar heel veel Edenaren van gebruik maken, dat die op niveau blijft. Dus dat vind ik wel ook een heel spannend onderwerp. Even terug naar de verkiezingen. Het waren wel spannende tijden. Ja, verkiezingen is altijd spannend. Hè? Want je werkt natuurlijk allemaal. Dat doen al die politici in dat raadhuis. Die werken 4 jaar lang hard. En dan ga je je plannen presenteren voor de komende 4 jaar. En dan moet je uiteindelijk afwachten wat de kiezer daarvan vindt. Dus dat is altijd spannend. Ik doe met name ook op de onderhandelingen. Ja, dat hoort er ook bij. Kijk, als de kiezer gesproken heeft, dan moeten wij natuurlijk weer aan het werk. En dan moet je kijken met welke groep mensen ga je zo'n nieuw college vormen. En dat is ook altijd spannend, want wie wil met wie en wie wil niet met wie. En hoeveel tijd gaat er overheen? 1 informateur, 2 informateur. Dat is altijd spannend. Voor mij is het een eer om sinds ruim een half jaar wethouder te mogen zijn in Ede. Ik woon sinds 2017 in Bennekomme en om dan begin dit jaar gevraagd te zijn om wethouder te zijn en mijn rol te spelen in het nog mooier maken van Ede, dat is heel leuk. Voor mij is afgelopen jaar, dat kenmerkt zich eigenlijk door het grote thema, mijn grote thema klimaatverandering. En ook door de positieve reactie daarvan door een hele hoop Edenaren. We zijn op dit moment, weten we van 7 initiatieven waarbij Edenaren, zeg maar straat, buurt of wijkinitiatieven, waarbij mensen zeg maar samen, niet individueel, maar samen op zoek zijn om hoe ze van het gas af kunnen komen. Want dat is ook een kenmerk van 2018. Je kan nu gewoon zeggen van Ede gaat van het gas af. We gaan de gaskraan dichtdraaien. Nou, vroeger was dat, dan kreeg je een hele hoop protest. En nu is het wel doorgedrongen bij iedereen van dat gaat gewoon gebeuren. We hebben nog een heel aantal jaren daarvoor, maar het gaat gebeuren. En Edenaren pakken dat op. Er is een straat in Bennekom waar ze met z'n 15 huizen bezig zijn rond dat vraagstuk. Maandereng, ook een straat wat daar, die dat oppakt als buurtinitiatief. Een grote buurt in Lunteren, een initiatief in de hele wijk Kernhem, wat bezig is met dat vraagstuk. En zo hebben we 7 verschillende initiatieven in Ede. En ik hoop dat in 2019 dat er nog veel meer van dat soort initiatieven opstaan. Want uiteindelijk, die energietransitie, Ede van het gas afhalen, dat gaat alleen maar lukken als we het echt samen doen. Ik kijk terug op een supermooi jaar. Het was echt een sportief, naar mij zeggen wel een beetje succesvol. Ik heb met schaatsen bereikt wat ik heb bereikt vorig seizoen. En met skileren ben ik op het WK geweest, op het EK en op de Jeugd Olympische Spelen. Ik ben ook nog daar van tevoren op het NK. En daar heb ik dan 3 Nederlandse titels gehaald. En ja, het mooiste is toch de Olympische Spelen behaald. Waarom was dat zo mooi, de Olympische Spelen? Niet veel mensen maken dat mee. Van mijn leeftijd in ieder geval. En ja, het is toch heel bijzonder dat ik daar mocht staan. En ja, het was een super vette ervaring.
echt heel gaaf. Maar die weg naartoe, dat lijkt me ook wel erg intensief. Want je moet trainen. Nou, het mooiste is, ik heb... er was eigenlijk iemand anders voor bedoeld om naar de Olympische Spelen te mogen. Dus ik stond op het WK midden in mijn races. En er werd tegen mij gezegd, je hebt nog kans, of jij hebt kans om je te plaatsen. Dus ik was er niet op voorbereid dat ik daar naartoe zou gaan. Maar dat is dus wel gebeurd. Sport, dat speelt een hele grote rol, hè? Bij jou. Ja, dat is. Ik ben van kleins af aan al wel heel gedreven geweest. En ik heb altijd al veel willen gewoon bewegen. En het is gewoon het mooiste wat er is. Schaatsen, wat heb je daar allemaal op gepresteerd? Want volgens mij ook wel wat. Ja, ik heb vorig seizoen NK sprint en allround gereden. En ik heb ook een supersprint. En daar ben ik derde geworden op 100 meter. En mijn beste prestatie tot nu toe is vijfde op de 500 meter. Nog geen podium, maar dat hoop ik natuurlijk wel te halen. En je bent clubheld geworden voor de gemeente Ede. Ja, dat afgelopen oktober werd dat bekendgemaakt. Of december. En ik ben heel blij dat dankzij mijn club dat ik zo ver gekomen ben. Nou, het was een zeer druk jaar voor ons. We zijn in het begin van het jaar begonnen met een verkiezingsdebat. Voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Alle fractievoorzitters zijn geweest en die hebben hun plannen uitgelegd. Wat ze gaan doen in de gemeenteheden en natuurlijk ook voor Bennekom. Zijn er nog meerdere zaken waarvan u zegt van nou, dat typeert tot 2018? Nou, jazeker. We hebben een prachtige column tegenwoordig in de Bennekoms Nieuwsblad. Wat iedere 4 weken gevuld wordt door Celloy van Deutenkom, jou wel bekend denk ik. En de fietsroute hebben we natuurlijk vele malen voorbij zien komen. Doorfietsroute, fietsroute, snelfietsroute, maar fietsroute, laten we het daarop houden. Dan hebben we 4 sessies gehad met de wethouder Peter de Pater en de verkeersdeskundige. Waar alle binnenkomers hun oordeel konden geven en eventueel aanbevelingen. En, er zijn 400 mensen op afgekomen. Dus dat was best een succes. En dan zojuist nog goedgekeurd de parklaan natuurlijk. Dat is wel een stukje naar Bennekom toe, maar dat is natuurlijk ook belangrijk dat daar een keer vaart ingezet kan worden nu. De gesprekken zijn afgerond. Ik heb begrepen dat afgelopen of gisteren dan de parklaan van start kan. Wij staan hier op een bekend punt in Bennekom, hè? Ja, ik geloof het wel, hè? Een mooie muziektent. En hier komt er straks een ijssplitsing voor de fietsroute, voor het verkeer wat niet in het dorp hoeft te zijn, gaat de fietsroute over de Kerkhoflaan. En mensen die boodschappen willen doen, kunnen uiteraard altijd nog het dorp in. Ja, mijn eerste volle jaren in Ede natuurlijk, dus ik voelde me meteen thuis en alleen maar meer in 2018. Het was toch een intensief jaar voor veel mensen, er zijn verkiezingen geweest, dat is toch ook altijd spannend, een nieuw college. Nieuw collegeprogramma, ook waar we hard aan werken. Uitdagingen genoeg achter de rug. Denk alleen maar aan het geld voor het sociaal domein bijvoorbeeld, voor de WMO, voor hulp. Iedere gemeente heeft het daar lastig mee. We hebben toch weer een begroting kunnen samenstellen, zodat we daar financieel redelijk goed uitkomen. Ik vind dat we een hele sterke samenleving hebben. Mensen die elkaar ook helpen. Of het nou de dorpsraad is of de sportvereniging, men kijkt echt naar elkaar om. Dus ja, ik vind zelf, het kan altijd beter natuurlijk. Er zijn altijd problemen, er is ook altijd verdriet. Maar als ik terugkijk, dan is het, vind ik het voor iedereen, hoop ik dat hij tevreden is. Ja, dat was weer een heel bijzonder jaar. We hebben een ontzettend mooie Heideweek beleefd met elkaar. Het weer was ook nog redelijk goed. En we zijn nu alweer heel druk met de organisatie van de Heideweek 2019. We staan hier niet voor niks in het raadhuis, want de gemeente Ede, daar hebben jullie een warme band mee. Ja, de gemeente Ede is een hele bijzondere, fijne partner van de Heideweek in alle opzichten. In de voorbereidingen moet er natuurlijk heel erg veel gebeuren. Maar ook in de uitvoering, waar we gebruik maken van verkeersregelaars, afzettingen en al het niet meer zij. We zijn ontzettend blij dat we zo'n evenementen-minded gemeente hebben.
Als we kijken naar de Heidewijk, heel veel evenementen. Laten we er even 3 uitpakken. 55 plus Music Night. Ja, in Cultura. Fantastisch evenement. Zo'n kleine 400 mensen die gratis een amusementsavond aangeboden krijgen. Ja, hoe bijzonder is dat? Dan de evenementen op het Kuiperplein. Ja, dat zijn natuurlijk traditiegetrouw de 4 grote muziekevenementen. Maar we hebben daar ook de Van der Werf filmavond, een drive-in filmavond. We hebben daar het kinderfestival, kortom het epicentrum van de Heidewijk. Als het gaat om de evenementen die wij zelf als Stichting Heidewijk organiseren. Ja, en dan heel bijzonder het Paarse Hartenfeest. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Als je niet bij het Paarse Hartenfeest bent geweest, dan heb je de ziel van de Heidewijk niet geraakt. Ontzettend mooi feest voor mensen met een beperking en hun begeleiding. Kijk er ieder jaar weer naar uit. En we zijn er ontzettend trots op dat we dat ook weer kunnen organiseren. Op het Kuiperplein organiseren jullie als Heidewijk zelf heel veel evenementen, maar er wordt ontzettend veel georganiseerd, hè? Ja, er wordt ontzettend veel georganiseerd. De Stichting Heidewijk Ede organiseert zelf zo'n 10 evenementen. Nou ja, er zijn er 75 gratis toegankelijk, dus dat geeft al aan hoeveel enthousiaste organisaties bij de Heidewijk betrokken zijn om fantastische evenementen neer te zetten. Geeft het ook aan dat de Heidewijk voor door de Edenaar is? Zeker voor 99%. We zien wel dat er steeds meer bedrijven aanhaken als sponsor die buiten Ede komen. Maar dat is alleen maar prima om Ede op de kaart te zetten. Want het is een visitekaartje, de Heidewijk? Wij proberen wel heel duidelijk een visitekaartje voor de gemeente Ede te zijn, inderdaad. 2019, wat gaat dat brengen? Ik hoop dat ik met dezelfde energie door mag gaan met die mooie projecten die er bij mij op tafel komen. Ik gun alle Edenaren een geweldig jaar. Ik hoop dat ze elkaar ontmoeten op ongebruikelijke plekken. Ga eens een keer naar die sportvereniging waar je nooit geweest bent. Ik hoop op een schitterende zomer zoals wij in 2018 ook meegemaakt hebben. Ik heb er heel veel zin in. Nou, ik verwacht dat we dus nog wel over de grote projecten hier in Ede behoorlijk het gesprek gaan voeren. Want nou, dat station in combinatie met de kerkweg, dat gaat een behoorlijke kostenpost zijn. We moeten zorgen dat we dat rondkrijgen zonder dat weer tot een extra bezuiniging tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, dat moet je niet willen. Dus dat. En ik denk dat we goed aandacht moeten besteden aan wonen, waar je het al over had. Dat zijn wel belangrijke punten als we daar in 2019 echt aandacht voor moeten hebben. Nou ja, ik hoop dat de kloof tussen politiek in ieder geval, tussen burger en politiek kleiner wordt. Dat politiek ook meer bewust is dat veel burgers toch ook wel moeite hebben om rond te komen. Hè? Dat ook burgers die werken toch niet veel te besteden hebben. En ja, we zien nu de energiekosten omhoog gaan, we zien de ziektekosten omhoog gaan. En we hopen dat de politiek zich daarvan bewust is dat het voor veel mensen toch wel erg zwaar gaat worden. Wat ik verwacht is dat we met elkaar echt de schouders onder de klussen zetten die nog gedaan moeten worden. Ik noemde het al die mantelzorgers. Ik maak me daar zorgen over. We moeten ze echt op een goede manier ondersteunen zodat ze het vol kunnen houden. We moeten vol gaan voor allerlei klimaatmaatregelen, want dat is echt een heleboel werk te doen. We moeten heel veel investeren in goede zorg, dus de kwaliteit van zorg op orde houden en tegelijkertijd de financiën beheersbaar houden. Dus ik denk dat ons een heel vol en pittig jaar te wachten staat en dat is dan hoe ik naar Ede kijk. Maar er is ook nog wel iets landelijk wat mij zelf heel erg bezighoudt en dat is het kinderpardon. Je ziet op dit moment dat kinderen die in Nederland gekomen zijn met hun ouders, gevlucht vanuit een onveilige situatie, die hier al jaren wonen, soms zelfs geboren zijn en alleen maar Nederlands spreken, toch uitgezet dreigen te worden. En dat is iets wat me heel erg raakt. Dat kerkasiel is nu gaande in Den Haag. Ik vind het aan de ene kant heel mooi wat er ontstaat in de samenleving. Dat mensen met elkaar opstaan en om zo'n gezin wat uitgezet dreigt te worden heen staan. Aan de andere kant vind ik het intens verdrietig dat dat nodig is in ons land. Zo'n samenleving willen we toch niet zijn. En daarom ben ik blij dat we in Ede ook een paar weken geleden de motie kinderpardon hebben aangenomen. Dus mocht een dergelijke situatie in Ede gebeuren, ga ik ervan uit dat we alles op alles zetten om ook die kinderen bij te staan. Want ieder kind heeft echt recht op een veilige plek om op te groeien. Kunnen we ook trots worden in 2019? Ja, daar gaan we natuurlijk mee verder. Het uitwerken van die regio-deal is aan de orde, waarbij we het agrarische spoor ongelooflijk willen gaan versterken met de initiatieven die er al zijn op de slimme Willy Wortelstallen, op de uitstoot van emissies, zoals fijnstof en geur, maar ook het manifest van Salentijn, waar we heel druk mee bezig zijn van onderaf om een toekomstbestendige, houdbare agrarische sector te maken, samen met al die partijen.
Dus dat vind ik ontzettend mooi. En ik verheug me enorm op het verder uitwerken van de doe- en leerplaatsen in Ede. Zoals in Ede-Zuid, waardoor we inwoners echt centraal krijgen. En ik hoop echt oprecht dat wij als gemeente Ede dienend kunnen gaan staan daar ten opzichte van. Als gemeente, als organisatie. Waardoor we echt oprecht onze inwoners trots en blij mogen laten worden op onze organisatie. Als de mijn ligt, heel veel plannen. Als de mijn ligt, wordt wel een bijzonder jaar. Wat heel belangrijk is voor de gemeente is het World Food Center. Daar zijn we echt op het punt om belangrijke besluiten te nemen, zodat de bouw in 2022 kan gaan beginnen. Dat betekent dat je voor die tijd je geld gereserveerd moet hebben, met alle partners aan tafel moet hebben gezeten. Daar zijn we bijna. Maar wat is dat World Food Center? Dat blijft voor heel veel eten naar een beetje ver van mijn bed. Maar het is een experience. Je loopt er binnen met je kinderen, met jezelf als ouders of met je grootouders erbij. Om te leren wat voedsel betekent. Op een hele leuke speelse manier. Hoe wordt het gemaakt? Hoe wordt het geproduceerd? Hoe wordt het verwerkt? Hoe komt het uiteindelijk bij jou op het bord terecht? Wat gebeurt er dan allemaal? Hoe gaat het met klimaatverandering? Wat doet dat met ons voedsel? Waar komt het vandaan? Wat is nou wel gezond voor me en wat is niet gezond voor me? Maar niet met een vingertje, dit is niet gezond. Maar op een hele leuke speelse manier kun je daar leren over voedsel. Die start... Die besluiten moeten we in 2019 nemen, zodat we echt kunnen gaan uitrollen. Ja, 2019 wordt wederom een uitdaging. Zoals gezegd, wij hebben veel projecten opgepakt. En we hebben nog een aantal in de stijger staan. Wij willen heel nadrukkelijk het onderwijs betrekken bij hergebruik. We gaan met de scholen in de omgeving, het streek, A12, projecten en programma's draaien. Waarin jongeren in aanmerking komen en aanraking komen met hergebruik. En de beleving krijgen van duurzame wereld, duurzaam denken. En op die manier proberen we ook daar een bijdrage te hebben richting de toekomst. 2019, uitdagend jaar dus. Dat kun je zeker stellen. Wij gaan er ook echt voor. Eén punt wat ik graag zou willen memoreren is als we terugkijken naar 2018, waar we nog eigenlijk in zitten. Ik noemde net al het aantal kilo's kleding. Wat we helaas signaleren is dat er soms vuil in de kledingcontainers gegooid wordt. Waardoor de hele collectie die daarin ligt eigenlijk afval wordt in plaats van herbruikbare kleding. Dus een vriendelijk verzoek om echt kleding in plastic zakken te doneren en niet er vuil of losse kledingstukken in te gooien. Dat maakt het eindresultaat alleen maar beter. 2019 is het jaar van ons jubileum eigenlijk. We bestaan dan 10 jaar. Er komt onder andere een jubileumborrel aan waar we iedereen die betrokken is geweest bij de Jongerenraad de afgelopen 10 jaar... Welkom gaan heten en gaan uitnodigen. En voor de rest hebben we ook een spel bedacht dat de jongeren van Ede kunnen gaan spelen in het centrum van Ede. En hopen we ook weer een nieuwe editie van Cinema in het Park van de openluchtbioscoop te organiseren. Maar goed, dat is allemaal afhankelijk ook van de mensen met wie we het gaan organiseren. Maar we zijn nog over gesprek en er komt nog meer aan, maar dat gaan we nog lekker bedenken. Adviezen aan de raad? Adviezen aan de raad komen er ook zeker. We hebben afgelopen november bij de bespreking van de begroting adviesaanvraag ontvangen van bijna de gehele raad. Om advies te geven over jeugdzorg, de omstandigheden daar, hoe de jongeren daarover denken. We kennen de grote tekorten bij WMO en bij jeugdzorg, dus er zullen maatregelen getroffen moeten worden. Wij gaan onderzoeken wat de gevolgen voor de jongeren van die maatregelen zullen zijn. En dan komen we in januari hebben we daar een... inspreekmoment voor met jongeren in de jeugdzorg en met zorgverleners. En dan zullen we waarschijnlijk in februari hier met een advies komen. We houden ook steeds meer de gemeenteraad in de gaten. Dus op plekken waar het kan zullen we inhaken, ook ongevraagd. Dat mogen we ook doen gelukkig. Dus bijvoorbeeld nu met de sluiting van de spoorwegovergang bij de Kerkweg. Daar houden we ook de vinger aan de pols. Het is natuurlijk de hoofdroute voor heel veel scholieren vanuit Ede-Noord naar de kenniscampus. Bijvoorbeeld het Streek, het Groenhorst, maar ook vanuit Ede-Zuid, vanuit de Rietkampen en Maandereng, naar het Marnixcollege. Dus het is een hele belangrijke route we gaan in de gaten houden of er wel een goede fietsoplossing komt voor de sluiting van de overweg. Nou, ik verwacht dat we op een paar punten nog wel een flinke discussie gaan hebben. Bijvoorbeeld de overgang bij de Kerkweg. Daar zullen we toch echt een oplossing voor moeten vinden. Want als het zo doorgaat, dan moet die een keer dicht, omdat er veel meer treinen gaan rijden. En als die dicht gaat, dan betekent dat de wijk Ede-Zuid flink geïsoleerd zou worden. Want het is een erg belangrijke overweg op dit moment. Daar moeten we gewoon een oplossing voor gaan vinden. En ik wil niet meteen zeggen dat ik de oplossing heb.
Daar moeten we wel goed naar gaan kijken. Een extra fietstunnel, extra autotunnel. Of de bestaande autotunnel beter benutten, zodat de mensen in Ede-Zuid echt op een goede manier verbonden zijn met de rest van Ede. Maar dat is wel echt een discussie die ik nog wel verwacht voor 2019, want daar moeten we een oplossing voor vinden. Dat niet straks die spoorwegovergang dichtgaat zonder dat er een alternatief voor in de plaats is gekomen. Zijn er nog meer zaken? Wat ook een erg belangrijk onderwerp voor volgend jaar wordt, is denk ik het klimaatbeleid. We merken toch op alle plekken dat we meer moeten gaan doen met het klimaat. Dat merk je in de landelijke overheid, provinciaal, maar ook op gemeentelijk niveau zullen we daar heel veel mee moeten doen. Er wordt al heel veel gedaan. Ik ben ook erg blij dat nu ook een gedeelde ambitie is van alle partijen om daar iets mee te doen. Dus niet alleen maar links of groen of D66 of bepaalde partijen, maar dat het echt een gedeelde ambitie is van alle partijen. Maar er moet nog wel aardig wat gebeuren. De ene partij wil toch wel iets meer ambitie dan de andere. Ik zou graag wat meer ambitie willen op het klimaatbeleid. En ik hoop dat we dat in het komende jaar gaan doen. Voor ons wordt dat echt een jaar van doorpakken. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar, zeker ook als nieuwe coalitie, aardig moeten, onszelf moeten organiseren. We hebben natuurlijk de hele begrotingsdiscussie gehad. Maar er zijn gewoon een aantal thema's waar we echt op moeten doorpakken komend jaar. We zullen iets moeten met het World Food Center, waar we natuurlijk echt mee aan de slag willen. Er zullen echt veel meer woningen gebouwd moeten worden. Daar heeft wethouder Hoefsloot weer een aantal afspraken over gemaakt met de woningcorporaties. Maar daar moet het tempo voor omhoog. Ja, en ik hoop toch echt dat we een oplossing gaan vinden voor dat station. Dat we toch zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Dus het wordt een jaar van mouwen op stroop en aan de gang, zoals je altijd zegt. Het jaar 2019 is dat een jaar met kansen en uitdagingen? Zeker een jaar met kansen en uitdagingen. We krijgen natuurlijk de energietransitie. We krijgen op het gebied van bijvoorbeeld milieu. Nou, zo zijn er veel meer te noemen. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie is er ook zo een. We krijgen te maken met piekbuien. We krijgen te maken met hete zomers. Daar moet beleid op gemaakt worden. Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Ook als het gaat om verkeersveiligheid, dat is er ook een. Moeten we echt opletten. Moet veel steviger beleid opgemaakt worden. Veel te veel gevaarlijke punten moeten aangepakt worden. Überhaupt natuurlijk veiligheid. Als je kijkt naar inbraken, het aantal inbraken dat is toegenomen. Daar moeten we echt op inzetten. Nou, zo is er veel meer te noemen. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar woningbouw, dat is ook zoiets. In de buitendorpen wordt al behoorlijk wat gebouwd. Ook in Wekerom gaat nu weer gebouwd worden. Maar ook in Ede-Oost. Dat is een goede zaak. Dat geeft ook iets een impuls aan de werkgelegenheid. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Ja, Ede is natuurlijk een groeigemeente. En je ziet dat Ede heel interessant gevonden wordt, ook voor mensen van buiten. Er zijn mensen die hier naartoe verhuizen, die hier willen wonen en soms ook werken. Nou, ik denk dat het goed is om daar goed op te anticiperen. Dus zorgen dat met woningen, met verkeer en vervoer en met allerlei voorzieningen, dat we dat met elkaar goed op peil moeten houden en ook mee moeten groeien. Nou, en dat is waar we ook als college gewoon de ambities hebben zitten en waar we aan de bak moeten. We hebben het afgelopen jaar gezien dat de gemeente behoorlijke tekorten heeft op het gebied van het sociaal domein. De gemeente heeft er vanaf 2015 taken bijgekregen op het gebied van het sociaal domein. En ja, die tekorten, dat is wel een probleem. Want je moet natuurlijk je financiën, je huishoudboekje in de gemeente gezond houden. Dus ja, de komende maanden gaan we nog verder inzetten op hoe we dat wat preciezer terug kunnen dringen, die tekorten. En nou, dat is een hele uitdaging. Maar daar staan we als verschillende wethouders voor aan de lat. Maar ook, ik ben coördinerend wethouder sociaal domein. Dus het is belangrijk om dat met elkaar goed te doen. 2019 gaat ons iets moois brengen, denk ik. We hebben ook, als je het dan over sport hebt, we hebben ook een budget vrijgemaakt voor een groot landelijk evenement. Nou, laten we hopen dat dat een groot sportevenement mag worden. Ik denk dat vooral dat we moeten willen dat alles wat Ede leuker maakt, nogmaals, dat is waar gemeentebelangen voor staat. En dat is ook wat wij graag terugzien. Dus sociaal domein, heel goed dat er geld naartoe gaat. Maar er zijn ook heel veel mensen die buiten dat sociale domein vallen en die willen we ook juist in Ede iets leuks geven. 2019 zal voor ons zeker weer in het teken staan van de bouwplannen. We blijven natuurlijk volop met de gemeente in gesprek om te kijken hoe we de plannen vlot kunnen trekken. We willen graag door. We hebben de jeugd hard nodig in Otterlo. We zien echt een leegloop. We zien dat de verenigingen teruglopen. De aanwas van jonge talenten voor de verenigingen. We zien het leerlingenaantal bij de school teruglopen. Dus wij zullen ons volop inzetten op de nieuwbouw. Daarnaast de nieuwe multifunctionele accommodatie die gebouwd moet worden. Daar willen we graag mee verder. Die heeft misschien wel de hoogste prioriteit. Daarin wordt ook de sporthal gerealiseerd die de Cero moet vervangen.
De huidige sportzaal, nou, die zaal die staat eigenlijk echt letterlijk op instorten, dus daar moet wat gebeuren. Dus we zullen samen met de gemeente kijken hoe we die plannen als eerste vlot kunnen krijgen. Nou, ik hoop heel veel goeds. Gezond en groen leven voor de Edenaren. Belangrijk is dus dat het sociaal domein, dat we dat goed onder controle krijgen en in beeld krijgen. Wat we daar precies allemaal doen en wat we daar goed doen. Voor GroenLinks is ook belangrijk dat de energietransitie echt vaart gaat krijgen. We hebben met elkaar nog niet heel veel jaar meer om het voor elkaar te krijgen en om de klimaatakkoord te realiseren. En we willen het heel graag samen met onze inwoners en organisaties en ondernemers en bedrijven doen. Dus echt in samenspraak, maar er moet echt vaart worden gemaakt wat ons betreft. En verder vinden wij de luchtkwaliteit in Ede is echt een onderbelicht iets eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk een hele slechte luchtkwaliteit die wij in Ede hebben. Dus daar willen wij als GroenLinks absoluut extra aandacht voor. En daarmee samenhangend is het van belang dat we ons groen en onze bomen goed beschermen en versterken. Want die helpen ons heel erg bij die kwaliteit omhoog brengen. En wat ik zelf persoonlijk heel fijn zou vinden als er afstel zou komen van Lelystad Airport. Dus dat echt, alles lijkt er ook op dat wellicht gaat gebeuren. En hopelijk is dat ook een feit in 2019. Het onderwerp wat ik net noemde over de zorg, dat blijft ook in 2019 hoog op de agenda staan. Dat blijft gewoon spannend. Hoe kunnen we die zorgkosten een beetje beheersen en toch de goede kwaliteit leveren? Maar ik denk ook aan andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld heel het vraagstuk over klimaat en energie. Hè. Daar lezen we nu heel veel over in de krant en ik zie allemaal mensen die hebben het allemaal over CO2. Dat is belangrijk, maar het gaat in eerste instantie gewoon over de omgeving waarin we leven en of dat een prettige en fijne omgeving is om te leven. En dat onderwerp zal ook heel veel aandacht vragen het komende jaar. Bereikbaarheid ook? Ja, bereikbaarheid. Hè. We staan hier nu bij de spoorwegovergang, maar er zijn heel veel andere plekken in de gemeente Ede waar je met name in de spits toch nog wel een tijd in de file staat. Nou, we hebben gelukkig vorige week het goede nieuws over de parklaan ontvangen. Ik hoop dat we snel meters kunnen maken met het aanleggen van die parklaan, maar er zijn ook nog andere plekken. Dan denk ik aan het kruispunt bij het ziekenhuis en dan denk ik aan de ontsluiting van ook de noordkant van Ede. Dus we hebben ook op het gebied van bereikbaarheid is er het komende jaar nog genoeg te doen. Mijn hoop voor 2019 is van dat we niet zo'n extreem jaar krijgen als afgelopen jaar wat weer betreft. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk met die hele zware regenbui 29 mei. Toen een grote delen van Ede ook gewoon onderliepen. En vervolgens natuurlijk 3 maanden, 4 maanden zware droogte en hitte. 2019 wordt hopelijk een beetje normaler. Want dat geeft ons ook de kans om aan de slag te gaan met het aanpassen van Ede. Uiteindelijk, we moeten er met z'n allen voor gaan zorgen van dat bij dat soort zware regenbuien die gaan komen, van dat Ede uiteindelijk Ede zo is aangepast van dat Ede niet meer onderloopt. En van dat we beter tegen de hitte kunnen. Dus we gaan ook een programma als Steenbreek gaan we uitrollen, waarbij we mensen gaan verleiden, gaan vragen om stenen uit hun tuin te halen en te vervangen voor planten. Groen is goed, ook in het kader van klimaat is groen goed. En dat gaan we ook toepassen in de openbare ruimte. Dus ook daar gaan we stenen weghalen op plekken en vervangen voor groen, voor planten. En uiteindelijk ook de waterafvoeren zo maken van dat ze meer aan kunnen. Ja, over dat water, daar hebben we natuurlijk al projecten over, onder andere gezien in Bennekom, hè? Ja, dat loopt nou. En dat ga ik zelf in mijn eigen huis, ga ik daar ook aan meedoen. Om inderdaad het regenwater wat op het dak van je huis valt, om daarvoor te zorgen van dat het niet de riool inloopt. Maar ervan dat het in je eigen tuin wordt, dat gewoon in je eigen tuin terechtkomt en daar de grond inzakt. Het klimaat, dat blijft natuurlijk een belangrijk issue in 2019, als ik het goed begrijp. Ja, dat is niet binnen mijn portefeuille is dat een heel belangrijk issue, maar dat is ook voor de hele gemeente Ede ook, is dat gewoon een heel belangrijk issue. Nou, 2018 heeft bewezen van dat we er serieus werk van moeten maken. Dat gaan we in 2019 en de komende jaren gaan we dat doen. 2019, wat gaat het sportief voor jou allemaal brengen? Ik hoop heel veel moois, of niet? Ja, ik hoop zelf ook op heel veel moois. Ik wil heel graag op het WK in Barcelona staan. Inlineskaten, dat is begin juli. En eigenlijk het schaatsseizoen daarop, dus volgend jaar,
wil ik aan de World Cups meedoen voor de junioren en het WK junioren. En je wil zoveel mogelijk kilometers schaatsen en ja, skileren, rijden? Ja, ik wil gewoon hard trainen en vooral plezier houden, maar ook hard trainen. Hoe houd je dat plezier erin? Genieten van wat je hebt bereikt, denk ik. En gewoon, ja, als je het leuk vindt, dan gaat het gewoon makkelijker. Gaat 2019 ook zo'n mooi druk jaar worden? Ja, want wij willen een, verkeersvisie breed voor Bennekom neerzetten. We krijgen natuurlijk nu de fietsroute. We hebben sluipverkeer Bennekom Oost. Daar komen binnenkort de resultaten van wat daar is. Ja, en eigenlijk willen we dus voor heel Bennekom een verkeersplan maken waar de vrachtwagens en auto's, fietsen, alles door elkaar heen kan zonder dat daar problemen van komen. De verkeersveiligheid staat voor ons bovenaan. Nou ja, ik wil wel even zeggen dat we een leuk bestuur hebben, als dat mag. Het is heel divers. We hebben er twee dames in en de jongste is 21 en de oudste is in de 70. Dus we hebben een prachtige afspiegeling van Bennekom. Is dat ook uniek dat er ook een jongere gewoon in de dorpsraad zit? Want dat zie je niet zo vaak. Nee, dat zie je niet zo vaak. Hij is ook volgens mij tot nu toe de jongste van alle dorpsraden, heb ik begrepen. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Ik wens iedereen persoonlijk natuurlijk het beste en een goede gezondheid. We hebben net voor de jaarwisseling gehoord dat de regio Food Valley 20 miljoen euro van het Rijk krijgt. Daar kunnen we heel veel dingen mee doen, ook voor de samenleving. Niet alleen werkgelegenheid, maar ook als het gaat om de boeren in de buurt, innovaties en dergelijke toepassen. Er komen heel veel nieuwe mensen in Ede wonen, jaarlijks zo tussen de 1000 en de 1500. Dat kun je ook zien aan de bouwactiviteiten die er zijn. Ik hoop dat die mensen zich welkom voelen en het in Ede naar hun zin hebben. We gaan in het nieuwe jaar ook weer bijeenkomsten voor nieuwe inwoners organiseren, om ze echt kennis te laten maken met Ede. Dat het niet alleen is dat je hier slaapt en ergens anders werkt, maar dat je gewoon deel uitmaakt van de samenleving. Dat je ziet wat ook Ede voor moois te bieden heeft. En het is ook een bijzonder jaar, omdat het 75 jaar geleden is dat de luchtlandingen er waren, het Airborne jaar. Er is een groot programma bedacht, Gelderland herdenkt is dat. Waar ook de Airborne gemeenten in zitten. De luchtlandingen, dat zal bijna een verdubbeling zijn van het aantal parachutisten. Het plan is dat er 2000 springen dit jaar. En we willen het hele herdenkingsjaar toch op een bijzondere manier vormgeven. Wat verwacht je van 2019? Gaat het ook een mooi paars heidejaar worden? Het wordt altijd een heel mooi paars heidejaar. Ik hoop dat de heide nu ook wat paarser is. Dat we wat meer regen krijgen. Zodat we ook van de paarse heide kunnen genieten. Maar het gaat een ontzettend mooie heideweek worden in 2019. Want het is een bijzondere editie? Het is een niet zozeer bijzondere editie. Het is de opmaat naar 2020. En in 2020 bestaan we 85 jaar. Heeft u een wens voor de Edenaar? Dat zij genieten van hun omgeving. Dat iedere Edenaar zich bewust is wat voor schitterende gemeenten wij wonen. Met heel veel leuke mensen en heel veel mooie natuur. Heel veel mooie sport, heel veel evenementen. Het is gewoon schitterend om hier te wonen en te werken. Ik hoop voor de Edenaar dat iedereen een mooi en gezond 2019 heeft. En de gezonde, dat past wel bij de gemeente Ede. Ja, gezond, actief en groen. Dat zijn toch de dingen die in onze visie staan. Dus, en dat is onze gemeente ook. Want ik ben net nog wezen lopen op de hei met Nicky. We hebben een hele mooie gemeente, dus laten we daar trots op zijn. Heb je een wens voor de Edenaar? Ja, dat ligt meer op het persoonlijke niveau. Ik hoop dat elke Edenaar, voor iedereen, zeg maar, dat in zijn persoonlijke leefomgeving of zijn persoonlijke omgeving geen nadigheden gebeuren. Geen ziektes of overlijden en dat soort dingen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk, drukt een veel grotere stempel op iemands bestaan. Kortom, een mooi 2019. Dat hoop ik, maar dat gun ik iedereen. En ook iedereen een goed 2020 alvast natuurlijk. Ik hoop dat we naar elkaar om blijven zien. Omdat de samenleving daar sterker van wordt. Dat iedereen naar iemand in zijn eigen omgeving omziet. En ook het gevoel en de ervaring zal hebben dat er anderen zijn die naar hem of haar omzien. Zodat echt niemand alleen hoeft te zijn. En dat sluit gevoelens van eenzaamheid uiteindelijk natuurlijk niet uit. Maar wel de wetenschap dat we met elkaar zorg dragen voor elkaar. Dat vind ik belangrijk. En dat wens ik iedereen toe. U ziet kansen, uitdagingen. U heeft zin in 2019.
Heel erg. Ik heb ontzettend veel zin in en ik wens de Edenaren en ook onze organisatie echt een ongelooflijk mooie 2019 toe. Waarin we echt met elkaar de lente gaan vieren, want wat mij betreft is het lente in Ede. Het hele jaar lang? Het hele jaar door en ik heb de pretlichtjes van in mijn ogen. Eigenlijk hoor je misschien wel door mijn verhaal dat ik wel heel druk bezig ben met voedsel en gezondheid. Vaak wensen we elkaar een gezond 2019 toe. Dat wens ik alle Edenaren, een gezond 2019. Maar het heeft ook heel vaak te maken met de keuzes die we zelf maken. Wat eet je, wat drink je, hoe beweeg je. En ik wens ons toe dat we een World Food Center krijgen dat ons helpt, inzicht geeft in die gezonde keuzes. Dus alle Edenaren, een gezond 2019. Ja, de wens die ik heb is, lever bij ons de spullen in. We komen ze ook graag bij u ophalen. Daarmee creëert ook de inwoner van Ede een werkgelegenheidsprogramma waar wij druk mee bezig zijn. En doet ook een bijdrage aan het milieu, zodat we samen een betere wereld kunnen maken. En ik wens natuurlijk iedereen een fantastisch, mooi, gelukkig 2019. En tot ziens in de winkels. Wens voor de Edenaar is vooral een heel gelukkig nieuwjaar. We kunnen het in de politiek nooit allemaal eens met elkaar worden. Dat is gewoon heel realistisch, maar ik denk dat we het wel zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk voor elkaar kunnen maken. En om dat in goed overleg te doen, om goed naar elkaar te luisteren en ook in goede gezondheid dat te blijven doen. Dat is wel mijn wens, dat iedereen daartoe kan komen en dat iedereen gelukkig kan blijven wonen in de gelukkigste gemeente van heel Nederland. Ik wens alle Edenaren natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar toe met familie, vrienden. Dat het een heel mooi jaar mag gaan worden. Ik hoop ook verder dat de Oranje Leeuwinnen wereldkampioen voetbal worden. Dat Tom Dumoulin de Tour de France wint. Het Eurovisie Songfestival winnen zou ook erg mooi zijn weer eens een keer. Dat lijkt me allemaal hele mooie dingen voor 2019. En promotie voor NEC? Als dat er ook nog eens bij zou mogen, dan ben ik helemaal tevreden. Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk al de allergelukkigste in Ede, dus dat hoop ik. Maar ik hoop ook dat de Edenaar een beetje trotser is op zijn gemeente. We hebben een prachtige gemeente, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. En ik wens echt dat de Edenaren dat met z'n allen gaan zien en we gewoon met z'n allen dat enorm gaan uitdragen in de komende jaren. Wij wensen natuurlijk aan alle inwoners een gezegend 2019. Een goed en gezond, maar ook een succesvol jaar. Allereerst natuurlijk een heel goed nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar in gezondheid voor iedereen. En dat we maar met z'n allen heel erg mogen blijven genieten van deze prachtige gemeente. En dat iedereen mee mag doen. Zeker, iedereen doet mee wat mij betreft. Ik wens voor 2019 vooral dat iedereen een mooi jaar heeft, een sportief jaar. Ik bedoel, we staan hier op het mooiste park achter mij, het park van Kastanjebos van Otterlo. Dus ik wens vooral iedereen een gelukkig, sportief en niet eenzaam 2019 toe. En een kampioenschap voor de vrouwen? Ja, zeker. Onze dames, ze zijn hier achteraan trainen. Maar we gaan er natuurlijk voor dat ze kampioen worden. En ze waren op de hele goede weg. Ze verslappen weer iets. Maar in 2019 komen ze terug. En dan gaan we gewoon voor het kampioenschap. Die platte kar die moet door Otterlo heen met de dames erop. De inwoners van de gemeente Ede wensen vanuit Otterlo natuurlijk een heel mooi 2019 toe. En specifiek voor de Otterloers zou ik zeggen, we zijn de parel van de Veluwe. Laten we zorgen dat we dat blijven met z'n allen. Laten we het gezellig houden in het dorp. GroenLinks wenst de inwoners van Ede een groen, gezond en vreedzaam 2019. En dat we gewoon op een hele prettige manier met elkaar kunnen samenleven. Voor ons is de aarde nodig voor de mensheid. Omgekeerd is de mens niet nodig voor de aarde. Dus wij zouden heel graag willen dat we met z'n allen ons inzetten om die aarde te behouden. Nou, ik wens iedereen vooral een heel mooi, een heel gezond en heel gelukkig 2019. En volgens mij is het mooiste van het leven van alle dag is dat je om kunt gaan met daar waar je mee te maken krijgt. Aan het begin van zo'n jaar weet je nooit wat er allemaal gebeurt. En volgens mij is het mooiste dat je met de mensen om je heen en dat je zelf sterk bent om dat jaar op een goede manier in te kunnen gaan. Laten we het allemaal samen doen en samen onze schouders zetten onder die klimaatverandering. En een mooi groen 2019. Zeker. Dat zonder meer. Ik hoop dat iedereen een heel mooi jaar op sportief gebied heeft en gaat skielen en schaatsen natuurlijk. Want dat zijn de mooiste sporten. Zeker. Heeft u nog gewenst voor de inwoner van Bennekom of misschien wel van de hele gemeente Ede? De hele gemeente Ede uiteraard een veilig en gezond 2019. En voor iedereen. En dat het maar een mooi Bennekomsjaar mag worden. Ja, daar gaan we gewoon van uit. Daar doen we alles aan.
dat hij het net zo naar zijn zin heeft als het afgelopen jaar, mag ik hopen. En ja, de kansen en de uitdagingen die er zijn, neem ze aan. Maar ook de problemen, blijf omzien. Want dat vind ik echt sterk, ook naar de mensen die het wat moeilijker hebben. We vergeten wel eens, als je recht van lijf en leden bent, dat er ook mensen zijn. Ja, oud, ziek en alles. Kijk daar ook naar om. Dat probeert u als gemeente al te doen met allerlei hulpmiddelen. Maar ja, we hebben hele sterke structuren, gelukkig, dat jij ook naar je buren kijkt en die helpt wanneer er wat nodig is. En ik hoop dat de mensen dus ook naar elkaar omzien in het nieuwe jaar. Mijn wens voor de Edenaar is dat de Heideweek mag bijdragen aan het nog meer verbinden van de inwoners tijdens een fantastische feestweek. En een mooi 2019. En uiteraard de allerbeste wensen voor 2019.